Als het goed is, hebben jullie het al gezien. En dan vragen jullie af, Joram, wat moeten we dan al gezien hebben? Nou, ik heb de 15 overwinningen gehad in de U-Team of the Year. Daar had ik al een video over geüpload. Dus ik hoop dat jullie die al hebben gezien. Maar in ieder geval was insane. Ik was zo blij dat ik dat had gehaald, jongen. En daardoor had ik bizarre rewards. Want die 15 overwinningen zorgden ervoor dat we een 106 plus Team of the Year kregen. En 1600 tokens. Insane! Als je trouwens wil weten welke Team of the Year ik heb gekregen, moet je die video even kijken. Misschien heb je hem al gezien. Zo niet, dan zeker weten even doen. Maar omdat ik dus zoveel potjes heb gewonnen, heb ik vet veel tokens gekregen. En ik heb op dit moment voldoende om zeg maar zoveel spelers te kopen en zoveel inruilacties te doen, dat ik uiteindelijk hier bam, deze 109 plus Team of the Year kan vrijspelen. Dan kunnen we gewoon Messi en Mbappé, Benzema of de Bruyne krijgen. Maar waarschijnlijk gaan we Militao krijgen van 109. Maar dat is ook een zieke speler om te krijgen, die ik sowieso ga gebruiken in mijn team. Want hij is echt insane goed. Dan wordt mijn team nog beter. Hij is al heel goed, maar dan wordt hij nog beter. Dus ik ben benieuwd of we inderdaad Militao krijgen. Maar bijvoorbeeld Virgil van Dijk, Modric, het zou allemaal heel nice zijn. Ik ben zo benieuwd, maar omdat het 109 plus is, vaak krijg je dan de speler die het dichtst bij die 109 zit. Dus dat is dan nu Militao. Maar ja, misschien met een beetje mazzel gaan we ook een betere krijgen. Dat weten we niet. Daar komen we in deze video achter. Maar als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 1000 likes, dat moet wel te doen zijn. Want dit was me wat werk. Ik speel elke dag FIFA Mobile. Ik voltooi elke dag alle opdrachten om proberen zoveel mogelijk van die tokens te krijgen. En dan is het uiteindelijk gewoon gelukt om deze Eero-actie te voltooien. Die van 110, die heb ik al een keer gedaan in een livestream. Dus die kunnen jullie daar inzien, maar die van 109 gaan we dus nu doen. Oh ja, en vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we eerst maar even inruilacties gaan doen. Dan moeten we gewoon zorgen dat we hier heel veel spelers gaan krijgen. Ja, ik heb zoveel van die punten, dat is geen probleem. We kunnen de 10 tegelijk doen, maar ja, het zijn allemaal spelers die onder de 100 beoordeling hebben. Dus voor mij maakt dit niet zo heel veel uit, weet je. Ik ga ze toch allemaal inruilen. Wat wel leuk is, is dat we het ze natuurlijk zo meteen gaan inruilen. En dan kunnen we allemaal 101 plus Team of the Years krijgen. En dan wordt het al iets leuker. Want soms krijg je dan ook een walkout van 104 of zo daaruit. Dus dan hebben we al iets grotere kans dat we een paar goede gaan krijgen. Oké, dit zijn er weer 10 erbij. Dan hebben we momenteel 20 Team of the Years. Ik had er volgens mij ook nog 2. Maar we moeten zo meteen even kijken. En ik heb trouwens ook nog andere manieren hoe ik Team of the Years kan krijgen. Want we hebben namelijk bij de sterpas hebben we nog Team of the Years die we kunnen vrijspelen. Eervolle vermeldingen heb ik volgens mij ook nog een stuk of 5, 6 die ik kan krijgen. Dus dit zijn echt lang niet de enige Team of the Years die ik nu kan krijgen. We hebben er nog een aantal te gaan, zeg maar. Maar dit zijn er weer 6 bij. Dan ga ik eens kijken hoeveel ik op dit moment heb en hoeveel ik er nog bij moet krijgen. Dus in totaal moeten we 10 rijen hebben. Check hoeveel ik trouwens van dezelfde heb. Dat is echt niet normaal. Oké, ik heb er al 10. Ik heb al 40 Team of the Year spelers die ik kan inruilen. Dus het gaat sowieso lukken. Want ik heb in totaal 40 spelers nodig om 10 keer die inruilactie te doen, zodat ik er in totaal 50 heb gedaan. Dus dat is nice. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar eventjes hier naartoe, want ik zei nog dat ik bij eervolle vermeldingen ook nog punten had. Ik heb er in totaal 140. Dus dat is ook mooi. Dus in totaal kunnen we 7 keer zo'n Team of the Year krijgen. En deze zijn 100 plus. En kan ook eventueel een 109 zijn. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, een 109. Maar we zien het wel. Ik open ze stuk voor stuk. Vind ik toch wel wat leuker. Kijk, als we dan een leuke animatie krijgen, is gewoon net wat nicer. We beginnen met 100. Ja, die kans dat we eentje krijgen van 100 is ook het grootst. Maar ja, ik hoop stiekem natuurlijk op zo'n 109 plus. Maar die kans is kleiner dan 1%. Ik denk dat ik dat echt niet ga krijgen. Als je een keer een 103 kan krijgen, dan heb je al heel erg mazzel. We kregen er nu een van 101. Volgende. En deze is 102. Dat is al redelijk. Want als we even gaan kijken naar de kansenverhouding. 102. Die kans is 16%. Dus dat is al niet heel groot. 103 is 5% kans. Dus die is helemaal klein. Ja, en boven de 109 is dus minder dan 1% kans. Ja, geen idee. Hoeveel minder? Misschien is het echt 0,00001. We krijgen trouwens meteen nog een van 102. Oké, dat is wel lucky. Dus dat was 16%. Krijgen we gewoon 2 keer achter elkaar. Dus in principe hebben we al redelijk wat mazzel uit deze packs. 101, ook prima. Ja, we hebben tot nu toe maar 1 speler van 100 gekregen. De rest is allemaal 101 of 102. Dus dat is wel nice. En is dit dan een 109 plus? Ik weet niet, 103 heb je geen walkout toch? Ik weet het niet, wat krijgen we?
Oh, wel 103. Oké, 103 was wel allemaal koud. Ik dacht heel eventjes, misschien krijgen we een 109 plus team of the year. Maar een Kostic 103, dikke prima. Weet je, is toch even mooi meegenomen. Kan ik gebruiken voor andere inruilacties. Maar ja, oh, ik dacht heel even dat we misschien een 109 zouden krijgen. Maar die 103 is 5% kans dat we die zouden krijgen. Dus we hebben echt mazzel uit deze packs. Ja, dat sowieso. En we sluiten nog af met de 101. De grootste kans was dat we zeg maar 100 rated spelers zouden krijgen. Ik heb er uiteindelijk maar 1 gekregen. En gewoon 103 en vooral 102 en 101. Ik vind het helemaal mooi. Maar laten we doorgaan, want bij de sterpas hebben we ook nog team of the year's die we kunnen vrijspelen. 99 plus, vaak krijg je dan wel 99. Maar je kan ook een keer wat hogers krijgen. Maar we krijgen nu 99. En hier hebben we er nog eentje. Dus dan hebben we nog een keer 2 team of the year's erbij. En dit is exact dezelfde die ik net ook kreeg. De rest gaan we allemaal even snel verzamelen. Alles verzamelen. Ja, dan kunnen we alles in één keer claimen. We krijgen nog een wildcard. Dit zijn nooit hele goede spelers. Maar het zou toch even leuk zijn als we een goede krijgen. We krijgen Neymar. Oké, die is 89. Deze spelers verkopen wel trouwens. Dus op het moment dat ik deze wil verkopen, deze Neymar, dat kan volgens mij wel. We kunnen eens gaan kijken. Ja, kijk, er staat geen één Neymar op de markt. Dus als ik hem verkoop voor 400.000, als het goed is, is hij dan meteen verkocht. Ja, dat is wel chill. Kijk, dat is wat beter dan al deze andere spelers die nooit verkopen. Nou ja, dan kunnen we die coins van Neymar binnenkort claimen. Of is dat nu al gelukt? Volgens mij is het nu al gelukt. Ja, kijk, hij is nu al verkocht. Ja, het is niet extreem veel, maar hij is toch even leuk meegenomen. En in mijn club gebruik ik hem anders toch niet. Dus hey, hebben we ietsje pietje coins verdiend. Dus dat is mooi. Maar laten we nu maar naar de spelers ruilen gaan. En nu kunnen we wel echt goede team of the years krijgen. Want nu krijg je gewoon de hele tijd een 101 plus team of the year. Met kans op eventueel nog hogere spelers. Kijk, je kan gewoon een 109 of 110 krijgen. Die kans is heel klein en waarschijnlijk gaat het ook niet gebeuren. Maar je kan dus een U team of the year of een Ike speler krijgen. Of gewoon een team of the year. Hij is sowieso 101 plus, dat sowieso. We gaan alles snel toevoegen. En dan gaan we eens kijken wat we uit deze inruilacties kunnen krijgen. En als ik deze dus 10 keer heb gedaan, dan heb ik genoeg van die inruilacties gedaan. Om dan zometeen die 109 plus team of the year vrij te spelen. Hoe nice is dat? Waarom gaan we hier naartoe? Dat wil ik niet. Ik wil gewoon weer hier naar de inruilactie. Gaan we weer even snel toevoegen. Inruilen, let's go! Ik verwacht wel dat we in ieder geval 1 balkout krijgen uit die 10 inruilacties die ik ga doen. We krijgen nu 102 Rise. Ja, alsof ik nu nog niet genoeg heb. Hoezo gaat die de hele tijd de eervolle vermeldingen op het moment dat ik mijn rel heb gedaan? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon hier blijven staan, zodat ik meteen weer terug kan. Nou ja, snel toevoegen. Volgende, dit is alweer nummertje 3. Kom op, geef deze jongen even een walkout. En is het een walkout? Nee, helaas. Ja, ben jij er? Die heb ik ook al 10 keer gepakt of zo. Nou ja, dan moeten we de hele tijd maar even naar U Team of the Year terug. Op de een of andere manier gaat hij dan niet goed dat we meteen opnieuw kunnen invullen. Maakt ook niet zo heel veel uit. Kleine details. Maar we gaan door en weer geen walkout. Frimpong, prima, maar niet wat ik wou hebben. Volgende, is het nu wel walkout? Nee, weer niet. Oké, dit gaat echt niet goed tot nu toe. Walkout, 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 walkout. Ah, man. 102, ja, dat is ook weer niet wat ik wil hebben. Nou, dit is volgens mij alweer pack nummer 7. En weer geen walkout, Fekir. En dan hebben we vet voor 102 spelers gekregen. Maar ja, nog geen 103. En 103 is een walkout. En ook al helemaal geen 110 of zo die we hieruit kunnen krijgen. Maar ik denk ook in deze pack is die kans minder dan 1% dat je een 110 team of the year gaat krijgen. Of überhaupt hoger dan 103. Ik heb volgens mij 1 keer 104 of zo gekregen uit zo'n inruilactie. Maar voor de rest echt niks. Snel toevoegen. We kunnen er nog 2 doen. En dan is het klaar. Eens kijken. Het is een walkout. Eindelijk. Oh, dit heeft echt vet lang geduurd. Frankrijk, centraal midden. Juventus, wie is dit? Oh, Rabiot. Oké, de 103. Nou ja, dat is dan het minste wat je kon krijgen als walkout. Maar in ieder geval fijn meegenomen. Voor andere inruilacties is dat ideaal. En hoeveel zitten we nu? Ja, we zitten nu op 49. Dus we moeten nog 1 inruilactie doen. En dan hebben we het gehaald. Snel toevoegen. En dan is dit de laatste inruilactie die we hoeven te doen. Dan dus dat dit mij is gelukt. Dat had ik echt niet verwacht gewoon. Ik dacht echt toen ik begon zeg maar hieraan dat ik deze
uitdaging wou halen dat we een 109 plus Tibble DA zouden krijgen, dacht ik echt, dat gaat mij nooit lukken. Maar het is gewoon gelukt. Een 109 plus Tibble DA. Ik ben zo benieuwd wat we kunnen gaan krijgen. Ik heb bij Primarkers heb ik trouwens ook nog wat punten. Dus zometeen kunnen we ook nog een Primarker pack openen. Maar weet je wat, dat doen we even snel tussendoor. Even kijken wat we hier nog uit kunnen krijgen. Het is geen walkout. Nou, dan gaan we hier snel doorheen. Die Ottoman die laten we dan. Gaan we nu snel hier naartoe, want ik wil gewoon weten wat voor een Team of the Year ik hier kan krijgen. Als we er eentje krijgen van 112, dan word ik echt helemaal gek. Maar hier komt hij hoor. 109 plus Team of the Year. 50 inruil acties voor gedaan. En hopelijk gaan we een goeie krijgen. Ik ben benieuwd. Ja, ik denk dus Militao. Omdat dat de minste is van, zeg maar, alle spelers die je kan krijgen. Maar we weten dit natuurlijk niet zeker. Maar ik krijg hem wel. Ja, inderdaad. Alsnog super nice. Want deze kan ik echt heel goed gebruiken voor in mijn team Militao. Dus dit is wel echt een zieke team op die waar ik zeker blij mee ben. Zo moet ik het zeggen. Maar dan gaan we Militao natuurlijk eventjes in mijn team stoppen. Oh, wat een speler is dit. Ik denk alleen niet dat hij verkoopt. Want ik denk dat heel veel mensen namelijk dit hebben kunnen doen. We gaan eens kijken op de markt. Mijn spelers. Dan gaan we Militao even verkopen. En hoe vaak staat hij op de markt? Hij staat 200 keer op de markt. Dus ja, daarvoor gaat hij niet verkopen voor die 26 miljoen. Plus ik wil hem gewoon gebruiken voor in mijn team. En dan denk ik dat ik zo meteen 124 heb. Dan ga ik hem namelijk voor jou wisselen. Kijk, qua beoordeling is hij al hoger. En dan kan ik ook nog die punten overzetten. Dus dat is helemaal nice. Kijk, als ik deze punten overzet op Militao, dan is hij zo meteen 113 beoordeling. Dat is echt ziek, jongen. En dan gaan we nu even naar mijn team. Dan hebben we nu nog 123. Maar check mijn verdediging, jongen. Ik zeg Militao in het midden. Thiago Silva ook gewoon 111. Ik heb nog twee spelers die onder de 110 zijn. Namelijk Koulibaly, die is 109. En we hebben mijn keeper, die is 108. Voor de rest heb ik al mijn spelers boven de 110. Maar we kunnen ook nog skill boost upgraden. Dus met een beetje mazzel gaan we door die skill boost de 124 beoordeling krijgen. Dus dat zou mooi zijn. We kunnen deze nog voor Militao even twee keer of drie keer misschien upgraden. Kunnen we nog een keer? Nee, dit was het. Maar ik denk dat we nu de 124 hebben. No! Nog geen 124. Nou ja, dat komt vanzelf. We gaan vanzelf die 124 algemene beoordeling halen. 100 teamgeest hebben we al, dus dat is heel nice. Maar wat een team heb ik op dit moment. Echt niet normaal. Maar ik laat het erbij voor deze video. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. Dus ja, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.